Goedemorgen. Vandaag weer een nieuwe vissessie. Nieuwe stek. Ik ben hier een paar keer langs gelopen, heb het geobserveerd. En was best wel druk met karpertjes. Het zal niet heel groot bestand opzitten met grote jongens. Maar het is een mooi parkwater. Het is een groot recreatiegebied. Ik heb hier in het verleden al ergens anders gevist. Helemaal aan de andere kant van het park met de pen. Voor de vaste kijkers, die hebben dat vast gezien. En vandaag zit ik met lichtspul op de karpen. Ja, daar kan een brasem tussendoor komen. Die zitten hier vast ook. Maar dat geeft niks. Ik ben er klaar voor. Ik hoop dat het niet lang duurt voordat we vis hebben. Mijn gevoel geeft veel hoop. En alvast veel kijkplezier. Zodra we vis hebben, laten we het zien. Tot straks. Hooguit 20 minuutjes bezig, half uurtje. En hij is een beetje druk nog. De eerste polderschub is een feit. Mooi visie. Nou, hooguit misschien een kilootje of 4. Hooguit. Maar dat geeft niks. Op lichte visspul is dat een fantastisch sport. Dus we gaan genieten. Mijn dag ook kan al niet meer stuk. Eerst op de kant. En helemaal top. Op voor meer. Zodra we wat hebben, laten we het zien. Deze gaat weer lekker zwemmen. En daar gaat hij. Rustig. Heel. Zo, nummer 2. Kleiner als de vorige. Ja, dat doet de pret niet drukken. He, op dat lichte spul wat ik net al zei, het is echt prachtig. Kleintje, heel veel sport. Fantastisch om mee te vissen. We gaan hem weer laten zwemmen. En wegen gaan we niet doen. Die 2 kilo, hooguit, maakt het niet uit. Mooi knolletje, top. Hoop op meer. Zijn niet groot, maar oh, wat lekker fel op dat lichte spul. En hebbes.
nummer 3. Beetje passisch toch, lekker druk. Passie. Ah, hartstikke mooi visie weer. Typisch polderschuppie. Laag gebouwd, berensterk. En ook deze laten we weer lekker zwemmen. En echt top ochtendje al zo. Het is nu net middag. Ik wou net even een broodje gaan eten. Nou ja, en dan komt deze weer tussendoor. Helemaal top. Nou, laten we hem zwemmen. Op voor een volgende. Weer een klein polderskupske. Helemaal top. Op de pen dit keer. Echt onder de eigen kant. Dus op nog geen. Echt, het pennetje ligt hier op een halve meter uit de kant vandaan. Helemaal top. Nummer 4. Blijf doorgaan. En ik ga nog een paar uurtjes door. Dus er komt denk ik nog wel meer vis bij. En anders kan de dag toch al niet meer stuk. De 4 vissen in een paar uurtjes. Helemaal mooi. Nou, laten we weer zwemmen. Tot de volgende. Zo, 4 à 5 uurtjes verder. 4 visjes gevangen vandaag. Geen hele groters, maar mooie polderschupjes. Dus mijn dag kan niet meer stuk. Helemaal top. Voor mij niet helemaal onbekend water. Ik ken dit plasje wel. Ik heb er alleen nog nooit gevist. Nou, eerste keer was niet teleurstellend. Dus wie weet gaan we hier nog weer eens vaker vissen. En komen we met misschien wat mooiere, grotere vissen op de beeld. En anders lekker niet. Vond je het leuk? Geef even een duimpje voor alle moeite. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Later. Nou, alles staat klaar om ingepakt te worden. De mat ligt nog even te drogen. Het zit erop. Nogmaals, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.